Het is dinsdag 2 maart 2021 en dit is Opinies podcast nummer 11. Met hoofdredacteur Asje. Welkom Asje. Welkom, jij ook welkom. Ja, dankjewel. En als speciale gast vandaag Maaike van Charante, beter bekend als Repel of Repelsteeltje, ook van het blog Saltmind. Welkom Maaike. Hallo Jorien. Misschien moet je ons even iets vertellen over jezelf en misschien ook over Saltmines, wat je wil. Ik schrijf sinds oktober 2018 voor Saltmines. Bevalt me op zich helemaal prima, want het is, ik heb enorm veel vrijheid daar. Ik kan schrijven wat ik wil en dat doet iedereen daar. En, er zit geen enkele beperking op in lengte van de stukken of in welk onderwerp ik wil pakken. Dus ik geniet daar enorm van, moet ik zeggen. Ik ben blij dat ik een stem heb. Ja. Dat is het wel zo'n beetje in het kort, denk ik, hoe ik op Saltmines schrijf. En ik vind het erg leuk op Twitter. Maar dat is duidelijk voor iedereen die mij daar tegenkomt. Oké, dankjewel. En Asje, hoe gaat het met jou? Kun je de Russische trollen nog een beetje buiten de deur houden? Nou, daar hebben we gelukkig niet zoveel last van de Russische trollen. Ik heb me altijd verbaasd over de enorme ophef over trollen. En dat schijnt het grootste gevaar te zijn voor de vrije meningsuiting. Ja. En voor de manipulatie van de mening. Maar laat ik zeggen, als ik ze tegenkom, dan weet ik waarschijnlijk niet dat het een troll is. Dus ik ben er nooit zo van onder de indruk, moet ik zeggen. Nee, oké. Nou, laten we het zo houden. We gaan vandaag praten over de man die al 10 jaar onze premier is. Mark Rutte. En vorige week nog was de hashtag klaar met Rutte was een trending topic. En dat is niet voor niets, denk ik. Nou, ik denk dat... Ja, het was heel grappig. Ik las naderhand een NRC-artikel dat Jan Geijentaan een soort van complot had gesmeed om dat trending topic te maken. Nou ja, goed. Ik dacht, waarom wordt dat trending topic? Omdat het leeft. Omdat zoveel mensen gewoon echt helemaal klaar zijn met Rutte. Maar ja, op Twitter heb je natuurlijk meer bewuste, politiek bewuste burgers. Dus daar leeft het veel meer. Ik denk, in de rest van de samenleving moeten we vooral niet onderschatten hoe populair die man nog is. Ja, wat voor premier is Rutte eigenlijk? Ja, een verkoper, vind ik. Ik vind hem echt een verkoper. Hoe meer je van hem ziet. Het is iemand die ontzettend een hele makkelijke babbel heeft. Hij is heel goed in netwerken, in allerlei persoonlijke draadjes overal heen. Maar in wezen is hij zo ontzettend inhoudsloos. Hij heeft allerlei belangen. Maar hij is niet een democraat met een visie. Dat is hij gewoon niet. En hij heeft, ja, hij zei laatst in het debat dat hij zielsveel van Nederland houdt. Nou, dat vind ik niet blijken uit zijn daden. Ja, hij zegt zelf altijd, of hij heeft altijd gezegd, en dat zegt hij tot op de dag van vandaag, dat hij eigenlijk geen visie heeft. Ja. Dat vind ik heel opmerkelijk voor een staatsman en een leider van de regering. Ja. Dan denk ik altijd van, ja, we worden dus door iemand geleid die geen visie heeft. Als je geen visie hebt, dan is het dus doormodderen en improviseren en manipuleren. En dat zie je bij Rutte dus ook, dat hij in staat is om elke situatie, elke crisis waarin hij komt, weer in zijn voordeel uit te nutten. En hoe die het doet, weet ik niet. Maar hij komt overal mee weg, zo ongeveer. Zelfs met de val van het kabinet komt hij weg. In de zin van dat hij nou toch meer macht heeft dan dat hij ooit tevoren heeft gehad. En ik vind het een wonderbaarlijk figuur. En ik moet zeggen, ik kan uit de geschiedenis ook geen andere premier herinneren die dezelfde eigenschappen heeft. Die zo bedreven was in het surviven, hè? In de survival. Dus overal omheen, om alle klippen heen. Als hij tegen een klip strandt, weet hij er nog heel huis uit te komen. Hij is zijn concurrenten de baas. Hij heeft ook zijn hele partij onder controle. Dat merk je ook. Er is niemand, er is geen kroonprins, er is geen kroonprinses. Die zijn allemaal inmiddels weggewerkt. Dat heb ik laatst ook weer gezien met Dijkhoff, daarvoor Edith Schippers. Het is een almachtige premier die haast, moet ik zeggen, monarchale trekken heeft. Ja, is het niet de staatsman waar andere mensen dat zo graag over hebben? De staatsman die dus niet zelf een visie heeft, maar heel goed de boel bij elkaar weet te houden. En een goede procesmanager is, die een crisis kan managen. Ja, een staatsman in mijn
visie heeft toch, mijn visie, heeft een visie. Een staatsman zonder visie vind ik een behendige modderaar. En inderdaad, dan word je een soort proces- en crisismanager. Die dus moddert van het ene probleem naar het volgende. En zich overal uit weet te draaien. Dat is de situatie waarmee wij nu al 10 jaar te maken hebben. En een beetje meer inhoud en een beetje meer visie en een beetje meer... van waar gaan we met z'n allen naartoe in Nederland en wat voor maatschappij wil ik, dat zou wel welkom zijn, want dat mis ik enorm bij Rutte. Ik denk ook dat het voor hem niet zoveel uitmaakt met wie hij regeert, of hij nou over links of over rechts of in het midden, heeft hij ook wel eens gezegd zelf dat het hem niet zoveel uitmaakt. Hij weet overal wel weer een draai aan te geven. En maar hij trekt ook wel een spoor van vernielingen, Maaike. Maaike schreef daar laatst nog over de toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Ja, ik vind dat hij echt ontzettend veel kapot maakt in dit land. Kijk, ik geloof inderdaad dat hij niet echt een visie heeft. Hij is ik vind hem dus ook geen staatsman. Hij is voor mijn gevoel een soort gameverslaafde, maar dan verslaafd aan het politieke spelletje. Oh, dat zeg je mooi. Ja en daarin heeft hij ook voor mijn gevoel heel weinig moraal. Dus als voor hem iets handig uitkomt en mensen lijden daar enorm onder, dan is dat in wezen bijzaak. Als hij betrokkenheid toont, dan voor mijn gevoel speelt hij dat. En zoals bij die toeslagenaffaire, het is natuurlijk ongelooflijk schandalig dat zeker 10 jaar aan heeft kunnen klungelen en dat er al die tijd, dat klopt, er in 2009 al een verslag van een landsadvocaat was waarin gewaarschuwd werd dat die wet verkeerd geïnterpreteerd werd. En al die tijd is alles maar weer verschoven, weggeduwd, ondergemoffeld, noem het maar op. Die hele, de Rutte-doctrine waar ze het over hebben, maar dat zit op alles. Hij luistert niet naar die signalen, want de groep die in de knel zat was voor hem niet van belang. En bij alles draait bij hem om belangen. En om wat macht is en hoe die er moet komen. En hij jongleert daarmee. En die behendigheid, daar oogst die bewondering voor. Want in de politieke klasse en in de media is dat soort behendigheid een soort onderscheidingsteken. Maar er zit geen integriteit in. Mm-hmm. En daarin gaat zoveel kapot. Met die participatiewet, met de toeslagenaffaire, met noem het allemaal maar op. Zoveel mensen die hopeloos in de knel komen. Ja, hij speelt politieke spel, daar is hij enorm bedreven in. Dat merk je ook elke keer weer. En wat je zegt, het maakt hem niet zoveel uit waar het over gaat. Het maakt hem ook niet zo uit of hij welke persoonlijke opvatting hij daarover heeft, denk ik. Hij ziet het als een spel en hij speelt het spel. En hij doet dat meesterlijk in de zin van dat niemand in staat is om hem tegenspel te bieden. Ik moet zeggen, de enige die het een beetje kan is Geert Wilders. Die weet hem aardig van repliek te dienen. Ja. Maar dat is voor hem niet echt een concurrent. Die staat vanwege het cordon sanitair sowieso buitenspel voor Rutte. Daar wil hij toch niet meer mee samenwerken. Dus dat is geen probleem voor hem. Maar behalve Geert Wilders is er niemand die in staat is om die behendigheid die behendigheid van Rutte weerstand te bieden. En daar iets tegenover te stellen. En dat vind ik ongelooflijk opmerkelijk. En het is jammer dat hij alle ruimte krijgt daarvoor. En dat blijft hij krijgen, zelfs nu. En ik denk dat we het komende kabinet, dat hij ook weer alle ruimte gaat nemen en pakken. En dat hij ook weer alle ruimte krijgt om te doen wat hij wil. En die moraal, ik denk ook dat hij weinig scrupules heeft. Ik denk dat hij zich weinig druk maakt, echt persoonlijk, over zaken. Ik denk dat hij zich druk maakt als situaties onvoorzien uit de hand lopen, terwijl hij dacht dat hij alles helemaal onder controle had. Ja, dat is het enige, denk ik wel heel erg. Ja, dan zie je aan zijn gezicht, zelfs als dat in beeld komt, vals die uitspraak van de rechtbank, die dus de avondklok onwettelijk verklaarde, dat had hij niet verwacht. En hij was echt aangedaan, niet omdat hij het issue zo verschrikkelijk vindt, die avondklok, maar omdat hij dit niet had voorzien. En hij is een ongelofelijke controlfreak. En dat is een zwakke punt, denk ik. Als er zaken gebeuren die hij niet heeft voorzien, waarmee hij overvallen wordt, dan zie je hem eigenlijk wankelen. Ja. Maar dat is ook het enige wat ik verzinnen kan. Want hij heeft het razendsnel gerepareerd.
Ja, dat wankelen, hij is razendsnel. Ja, hij wankelt dan even en dan was er ook paniek. Ik begreep dat hij heel snel moest reageren en dat hij aan zijn gezicht kon je zien dat hij onvoorstelbaar baalde. En dat hij geschrokken was. Hij zag een beetje angst zelfs van mijn hemel, daar gaat mijn hele plan. Maar daar weet hij dan toch weer vrij snel overheen te komen. En één dag later is het weer business as usual. Ja, en toch vond ik dat hij in dat, want de 18 februari, de dag daarna, was dat debat in de Kamer. Want hij moest die spoedwet erdoor zien te krijgen. En toen vond ik hem toch zwak, want toen zat hij was continu aan het hameren dat de Britse variant zo gevaarlijk was. En dat hij al 70% van de besmettingen veroorzaakte. Ja. En toen had Femke Merel, die kwam er uitstekend tussendoor met die vraag van, hallo, er stond vanochtend in het AD een interview met een RIVM-medewerkster. En het is helemaal geen 70%. Het was toen iets van 40, 45 maximaal, geloof ik. Het was geen 70. En toen zag je hem ook even van zijn stuk raken. En ja, toen was het van, want toen zei ze van, ja, u heeft al eerder die cijfers overdreven. En dat was ook zo. En dan denk ik, waar je hem wel mee kunt confronteren, is met gewoon simpelweg een feit, de waarheid, en hem dan niet weg laten komen. Want dat was ook heel onthullend in dat gesprekje met die mevrouw van de toeslagenaffaire, Christy Rongen heet ze, geloof ik. Want in dat debat van afgelopen zondag. Juist, dat was dat slachtoffer van de toeslagenaffaire. Die pikte zijn omwegen niet. Want natuurlijk, ze stelt een vraag en hij begint een afleidingsmanoeuvre. Dat is Rut. Maar zij ging to the point. En ze zei ook op een gegeven moment midden in zijn verhaal van, ik stop u hier even, want u geeft geen antwoord. En dat is iets wat veel te weinig gebeurt, vind ik hoor. Want als Rutte eenmaal gaat praten met die enorme woordenbrei van hem, daar verdrinken mensen in. Je weet op een gegeven moment niet meer wat hij zegt. Het verwart, het verhult, het is een rookgordijn. Ja, precies. En naderhand denk je pas van, ja, wat zei die eigenlijk? Oh, ik had hier eigenlijk op moeten reageren. Ja, hij is een meester in het antwoord geven op een niet gestelde vraag. Juist. Het antwoord wat hij moet geven eigenlijk, daar weet hij dan weer helemaal behendig omheen te draaien. En ja, op een gegeven moment beet spoor bijster als luisteraar, denk je van ja, het zal wel. Maar achteraf denk je van, ja, wat heeft hij nou gezegd eigenlijk? Maar is dat niet iets wat alle premiers doen? Nou, dat is, ja, ik herinner mij nog, uit mijn jonge jaren moet ik zeggen, Lubbers, die was er ook erg goed in. CDA-premier Lubbers, die in de jaren 80 minister-president was. Balkenende, hè, zijn CDA later, in het begin van deze eeuw, president, of minister-president. Ja, de voorganger van Rutte, volgens mij. Balkenende. Die was ook heel bedreven, maar die was minder sterk, vond ik. Die hield zo'n ongelooflijk zwetsverhaal, als je hem een vraag stelt, dat voor iedereen duidelijk was dat het een zwetsverhaal was. En Rutte weet dat toch iets behendiger te doen. Hij houdt een verhaal en dan, je wordt ongewild meegenomen in het verhaal. En op het eind denk je van, ja, maar wacht even, wat heeft hij nou eigenlijk gezegd? Ja. Het is heel moeilijk om daar dan de vinger op te leggen. Ja, waar hij heeft ook een intonatie alsof het heel feitelijk en redelijk en overtuigd is. En met klemtoontjes, weet je wel. Maar het is gebakken lucht. Ja, hij creëert zijn eigen werkelijkheid. En hij weet heel bedreven met feiten om te gaan. Een feit is voor hem iets wat hij zelf als zodanig definieert. En het enige zwakke wat ik wel vind is dat hij inderdaad geconfronteerd met onverwachte informatie, dan zie je hem toch inderdaad een beetje bankelen. Ja. En dat hebben we ook al eerder geconstateerd. En dat Kamerdebat inderdaad een paar weken terug, twee weken terug, vorige week. En dat is ook al eerder gebeurd. Alleen meestal is dat maar kort en weet hij dan weer de aandacht af te leiden en vervolgens gaat het weer ergens anders over. Ja, Maaike, jij wist hem te typeren als een gameverslaafde. Dat vind ik eigenlijk wel een hele goede typering. Want is hij ook uit op winnen? Moet hij altijd winnen? Dat denk ik wel, ja. Dat is voor hem de kick. Je ziet ook vaak, als hij een lastig debat heeft, dan leeft hij helemaal op. Dan is hij helemaal in zijn element en dan gaat hij alle kanten op. En dan, hij deed toch een uitspraak. Oh ja, in dat debat ook van de 18e was dat. Toen op een gegeven moment had hij een heel verhit stuk achter de rug met allemaal interpellaties. En toen zei hij, dan heb ik toch weer heel veel vragen weggepopt. Ik vond dat zo onthullend. Ja. Ja.
Dat is dat spelelement van hem. Ja, hij ziet het als een groot spel, de politiek. En hij is een meester in het spelen van het spel. En daar krijgt hij veel te veel bewondering voor, vind ik. Ja, hij krijgt er veel bewondering voor en veel waardering. Maar ik vind het schokkende dat het wat er eigenlijk onder zit, het belang van Nederland, het belang van de waarden waar we in Nederland voor staan, de vrijheid, dat hem dat niet zo lijkt te boeien verder. En ik geloof zelfs dat de hele coronacrisis, dat hij dat ook als een soort spel ziet. Ik heb echt twijfels over of hij zich nou echt wel druk maakt over bijvoorbeeld de staat van de economie waar we nou in verkeren. Wat ik heel opmerkelijk vind voor een VVD'er trouwens. Dat de horeca staat op omvallen, de middenstand staat op omvallen, de culturele sector staat op omvallen. Nou, noem maar op, wat staat er niet op omvallen? En ik hoor daar Rutte zo weinig over. De VVD, de Partij van de Ondernemers, de Partij van de Bedrijvigheid, die dat gewoon laat zitten. En hij komt er nog haast mee weg ook. Dat vind ik het meest ongelooflijke. Gelukkig de laatste maanden wat meer oppositie daartegen. Maar het bedrijfsleven houdt zich zo ontzettend koest. Godzijdank hebben ze nou, de horeca heeft nou een procedure aangespannen. Die wil de zaak weer opengooien. En ik geloof dat de sportscholen of een andere sector ook bezig is met een procedure. En terecht, vind ik. Maar ik vind het heel opmerkelijk dat zelfs de echte ondernemerspartij, VVD, zich niet druk maakt over het feit dat de economie waarvoor zij staan en de bedrijvigheid op het punt van instorten staat. Veel MKB-bedrijven, ook horecabedrijven, worden opgekocht door grote spelers. En dat vindt Rutte natuurlijk wel interessant. Die grote spelers, dat is een beetje zijn wereld, zeg maar. Ja, ik heb daar ook eens aan zitten denken van wat zou er nou achter zitten. Hij heeft het ook te vaak, hij begint ook over de Great Reset en de Building Back Better. Daar hoor je hem ook over en denk ik van ja, wat zijn dat voor plannen? Dat komt dan van het World Economic Forum en de VN. Die heeft die hele terminologie overgenomen. En dat komt er eigenlijk op neer dat alle kleine bedrijven weg moeten. En alle grote multinationals en grote conglomeraties. Dat die eigenlijk de economische macht zouden moeten krijgen. Want die kunnen blijkbaar voor rechtvaardigheid zorgen. Nou, ik heb altijd afgevraagd hoe ze dat precies willen doen. Maar dus dan denk ik van ja, misschien komt het hem wel goed uit dat we straks de middenstand kwijt zijn. Ik zeg het maar even heel grof en complottheorie-achtig. Maar dat denk ik ook wel. Ik weet niet eens of hij dat nou echt wil. Ik heb soms wel het gevoel, dat is weer dat in dat game-theorie-achtige van alsof je een level hoger wil, weet je wel. Van nog gevaarlijker spelen, nog meer uitdagend, weet ik veel, met dat building back better en weet ik wat. Maar of hij nou werkelijk nadenkt over die MKB'ers, wat mij meer verbaast is dat hij nog zoveel steun heeft onder de kiezers. Want als ik MKB'er was, nou de laatste op wie ik nog ging stemmen is Mark Rutte. En dat is niet alleen vanwege het coronabeleid, maar ook al vanwege dat idiote klimaatakkoord, waar het volgens mij veel te weinig over gaat. Want alle gewone Nederlanders zouden moeten beseffen dat wat er nog van ons over is na de coronacrisis gaat kapot als dat klimaatakkoord uitgevoerd gaat worden. En dat is doorgevoerd onder Rutte. Het groenste kabinet ooit, weet je wel? Dat is dit kabinet. Met veel overtuiging. Ja, en dan denk ik, is dat een VVD'er die gewoon nuchter nadenkt en de feiten voorop zet? Nee. Ik, dat hele klimaatakkoord vind ik ook volslagen onbegrijpelijk, hoor. Want, ja, dat is onbegrijpelijk, natuurlijk. Dat is, dat is een beetje iemand die toen ik heb het in juni 2019 geloof ik, heb ik een artikel over geschreven. Toen ben ik het helemaal uit gaan zoeken, ook met wat EIB, hoe heet het ook alweer. In elk geval, die hebben toen daar ook een rapport over uitgebracht. En ik heb alles gecheckt en ik dacht, dit kan toch niet, dat het zo slecht is. Maar zo slecht is het. Ja, en dat het kan één burger uitzoeken. Ja. En dan denk ik, al die experts, die hebben daar niet een rem op gezet. Die hebben niet gezegd, hallo, kernenergie, of hallo, dit is niet betaalbaar. Van het gas af gaat gewoon niet, enzovoort. Nee, ik hoorde gisteren dat het 40.000 euro per huishouding kost als je van het gas afgaat. Ja, en dat is al 10.000 euro meer dan de. Ja, precies. Het was al eerder, had het bedrag van 30.000 euro circuleerde al, maar dat is nu inmiddels nog hoger geworden. Ja. De onderzoeker was inderdaad zo'n economisch instituut die zei van ja, misschien moeten we toch maar eens heroverwegen of dat van het gas af nou allemaal zo verstandig is. Maar goed, dat is ook deel van het programma van Rutte. En
Dat heeft hij door Wiebes laten uitvoeren in het afgelopen kabinet. En hij is nog steeds niet van afgeweken, denk ik. Ja, ook al die miljarden subsidies aan het biomassa verbranden, die gaan gewoon door. Ja, het loopt door. Het is alsof er een soort, mocht het niet eens gaan. Nou, als Rutte een man is die in belangen denkt, wat voor belangen hebben we het hier over, hè? Vraag je dan af. Kijk, hij, als we hem als een soort speelmacher, een soort speler zien, dan is het spel is zijn grote belang. Ja. Hij wil het spel spelen. Het spel zelf. Ik denk dat het Ja, en de wind waait in de wereld een beetje naar allerlei klimaatplannen en klimaatakkoorden en klimaatdeals. Dus dat spel speelt hij ook mee dan. Ja. En ik denk niet dat hij daar nou zulke zware opvattingen over heeft. Het gaat hem om het spel. En hij kan, als hij daarin over meepraat en zelf met ook plannen komt, kan hij internationaal ook weer meepraten. Dan hoort hij er ook bij de club. Is dat ook waarom hij zoveel macht heeft? Dat hij met de winden meedraait? Of hoe moet je dat zeggen? Hoe komt hij aan de macht? Ja, hij komt aan de macht door zijn combinatie van zijn persoonlijkheid, denk ik. Dus hij is een heel behendige improvisator en manipulator. Hij kan ook de mening naar zijn hand zetten op een of andere manier. Hij kan andere mensen beïnvloeden ook en meekrijgen. Daarnaast het feit dat in zijn eigen partij zie je het al dat hij alle concurrenten weggewerkt heeft. Hoe doet hij dat? Hij doet dat op zo'n manier dat het niet duidelijk is, ook voor die concurrenten zelf, maar hij zet ze buitenspel langzaam, dat merk je ook. Ik weet nog dat Ede Schippers, die was ook bestemd als zijn troonopvolger. Ja. Dat was, ik geloof, 8 jaar terug. Mm-hmm. En die heeft op een magistrale wijze buitenspel gezet, werkelijk. Door haar niet te informeren, door haar niet in de loop te houden, door haar buiten allerlei belangrijke besluitvormingen te houden. Af en toe een paar rare opmerkingen te maken, zo die je ook zijdelings als kritiek kan interpreteren op Ede Schippers. En vervolgens hield Ede Schippers het voor gezien, ik herinner me nog, toen zei ze van ik stop ermee, ik kom niet meer terug naar de verkiezing. En dat heeft hij volgens mij bij Dijkhoff ook zo gedaan. Dus hij tolereert geen concurrenten in zijn eigen omgeving. Dat zie je bij politici wel vaker, maar bij Rutte is het wel heel, heel duidelijk, vind ik. Niet zozeer dat hij dan expliciet zegt van nou, ik tolereer geen concurrenten, maar hij weet ze wel allemaal weg te werken. Ja, en ik denk omdat onze hele politieke cultuur zo is, dat de netwerkers en de vlotte praters komen bovendrijven, gewoon door hoe alles in elkaar zit, hè? Door hoe het allemaal werkt. Daarom hebben ze voor de vlotste prater en de handigste netwerker hebben ze enorm respect, want dat zijn de eigenschappen, daar selecteert dit in feite op. Maar Dijkhoff was toch ook wel een vlotte babbelaar? Ja, maar die heeft niet dat behendige, dat ubersoepele wat Rutte heeft. En Dijkhoff is wel hartstikke intelligent. En ik heb het idee dat hij meer visie heeft dan Rutte. Maar ook een goede wat debater. Moest hij met in de schaduw van Rutte? Ja, er staat niemand in de schaduw van Rutte. Nee. Ja, want als je dan ook inderdaad ziet wat er na hem op de lijst staat, al die dames. Ja, er mm-hmm. zit geen zwaargewicht bij, hoor. Geen gevaar. Nee. Nee er zit, stel nee. dat Rutte op zou moeten stappen of dat hij een hartaanval krijgt of weet ik veel. Wat is de VVD dan nog? Het is gewoon regelzaam. De VVD is een soort mechanisme geworden om Rutte te laten gloreren. Dat is het gewoon om zijn... Ja, om hem duidelijk uit te laten komen. Je ziet ook dat die verkiezingsposter, daar staat dus Rutte op. En er staat in hele kleine letters ergens nog VVD op, volgens mij. Maar ik heb het wel eens anders gezien, moet ik zeggen. Ja. Is hij eigenlijk een soort verkapte dictator? Ja, dictator. Hij zoals we ze wel zien, niet in Nederland, maar zoals we ze wel in de wereld zien. Van die... Ja, hij heeft een, laat ik zeggen, binnen de instituties... En binnen de wetten heeft hij een machtsgreep gedaan, inderdaad. Ja. Het is niet zozeer dat met hij met alle eigenschappen die erbij horen ook. De concurrentie uitschakelen. Hij heeft niet met geweld de macht veroverd, maar hij heeft wel zo'n machtspositie verworven dat je zou kunnen zeggen, wie is nog in staat om hem te onttronen? Ik zie het niet gebeuren. Precies. Ja. Meerdere facetten aan, want hij heeft dus inderdaad in zijn partij de macht gegrepen, mensen weggewerkt. Mm-hmm. Maar hij houdt ook de macht vast door op alle fronten transparantie te saboteren. Ik bedoel, het is niet alleen dat de Kamer niet geïnformeerd wordt. Nou, er is een hoop gedoe over geweest, een motie ook aangenomen vorig jaar over het informatierecht van de Kamer. Hij schuift mm-hmm. het gewoon op de lange baan. Hij saboteert de WOP, al die zwart gelakte stukken. Hij heeft
alle terreinen doofpotten, zodat in die hele Rutte-doctrine van praat niet over inhoud, want dan, of leg het niet vast, want dan kunnen ze het mobben. Nou, ja. Daarmee heeft hij zulke rookgordijnen dat wat hij fout doet ontzettend moeilijk te achterhalen is. En daar komt dan bij dus dat hij inderdaad een enorme manipulator is. Ik bedoel, volgens mij heeft hij al 2 keer de verkiezingen enorm succesvol gemanipuleerd en probeert hij dat nu weer door alle ballen op corona te houden. Zodat daar de aandacht heen gaat en niet naar alles wat hij aangericht heeft. En het allerbelangrijkste is denk ik nog wel dat hij iets gecreëerd heeft van als ik het niet doe, wie moet het dan doen? En er zijn zoveel mensen die dat geloven. Ja, die staat van gelovigen, zeg maar. Het lijkt wel een Stockholm-syndroom. Van nou, laten we niet te stemmen, want wie moet het anders doen? Ja. Hij gebruikt de coronacrisis als een soort middel, als een soort machtsmiddel ook. Hè? Hij stelt zich op als de grote crisismanager nou. En hij weet de discussie ook elke keer weer op de coronacrisis terug te brengen als het ergens anders over dreigt te gaan. Dat het nou niet de tijd is daarvoor en dat we nou geen politiek moeten bedrijven. We hebben een crisis te bestrijden. Weet je, geen verhalen weer. Terwijl hij de grootste politiek bedrijver is, die kent ze ongeveer. Maar dat schijnt dan een vloek te zijn, daar mag je dan niet meer over praten. En dat geeft hem ook een unieke machtspositie nou. Dat hij toch ook door velen in Nederland als als redder des vaderlands gezien wordt. Hè? Zo van, hij is de grote, we moeten hem steunen en hij doet het toch goed. En hij zal er toch maar staan, je zal toch maar voor die taak staan. Weet je? Krijgt hij daar dat, je zal er toch maar voor staan. Ja, precies, dat hoor je dan ook. Hè? Dat zeggen mensen dan ook. En dat is een beetje een vertekening van de werkelijkheid, want hij creëert dat beeld zelf. En hij, door zijn behendigheid, trapt iedereen erin zo ongeveer. Ja, hij is demissionair, hè? Je zou het haast vergeten. Ja, je zou het haast vergeten. Ja, ja maar daar zei hij ook over. Ik heb nu nog meer macht. Ja, precies. Daar heeft hij gelijk in. Ja, heeft hij gelijk. Dat was geen verstandige opmerking van hem. Nee. Maar het was wel waar. Ja, en nu kan hij ook natuurlijk met veel. Kijk, de VVD staat nog steeds heel hoog in de peiling. Nog steeds verreweg de grootste partij. Dat kalft ietsje af, maar dat gaat wel weer gestuurd worden, denk ik. Ik denk dat de VVD toch een flinke. Heeft hij nog een truc in de trucendoosje? Nou, ik denk dat hij. De 15e is, geloof ik, de beslissing of de avondklok nog verlengd zal worden of niet dan, hè? De 15 maart. Als de verkiezingen. Dat is de dag van de eerste verkiezingsdag, geloof ik. Hè? Dat gaat over 3 dagen. Ik denk dat wat we wel eens zouden kunnen zien is dat hij dat er toch een versoepeling van die avondklok wordt aangekondigd dan. En dat is dan weer, dan kan hij weer scoren natuurlijk. Dan kan hij vlak voor de verkiezingen heeft hij dan iets weer vrijgegeven. En hij zegt van nou jongens, kijk eens, Nederland, we hebben toch weer een versoepeling. En dat levert dan ook weer stemmen op. Zo eenvoudig is het. En dat gaat hij echt de ernstige verdenkingen die hele avondklok heeft ingevoerd, omdat het hele jaar gebleken is dat hoe benauwder de situatie is met die coronamaatregelen, hoe meer steun hij krijgt. Ja. Dat heeft hij goed gepland en goed in de zin van dat heeft hij zorgvuldig gepland. Ja, en ik denk dat hij daarom ook er zo ontzettend voor gevochten heeft. Want hij heeft moeten vechten om hem erdoor te krijgen. Want oorspronkelijk had hij geen steun. En toen de rechter het hele gebeuren van tafel veegde, nou, ik heb het dezelfde zo in actie gezien, zeg. Nou, dat vroeg ik me ook af. Waarom was hij zo van slag toen dat gebeurde? Want dat gaat toch niet over corona, dat gaat erover zijn positie. Klopt. Dat, volgens mij, hij wil hier die avondklok erin houden. Het is onderdeel van zijn plan. Ja, dat denk ik hoor. Misschien wel heel achterdochtig. Hij is gebaat bij het instand houden van een soort crisis en een soort angst in de bevolking. Juist. En die avondklok is een prachtig middel, want ja, moet je realiseren, we hebben sinds 1945 geen avondklok meer gehad. Het is een soort oorlogsmaatregel. Hè? Je beperkt mensen gigantisch in hun vrijheid. En, die gaat hij dan toch niet opheffen? Ja. Die gaat hij dan toch inhouden? Dat is goed voor zijn machtspositie. Ja, maar als hij dus, ik heb zelf het idee dat hij toch met een versoepeling op dat gebied komt, omdat dat weer, dan kan hij zich weer als de grote, ja, dat is een Sinterklaas-achtige maar dat gever, is dan, ik denk de horeca, dan geeft hij de horeca vrij. Maar niet die avondklok. Eigenlijk. Ja, ik weet het niet. Maar we zullen het zien. Ik ben geen profeet. Maar ik denk dat er wel iets in die richting komt. Dat hij dan met een versoepeling komt. En dat levert ook weer stemmen op. En daar heeft hij ook over nagedacht. En dat heeft hij al weken van tevoren ingepland, volgens mij. En gaat Rutte ooit nog weg, denken jullie? Oh. Ja. Daar moet je. Nou, voor mij mag hij morgen weg. Ik heb het wel gezien na 10 jaar Rutte, moet ik zeggen. Ik heb het wel helemaal gehad met hem, persoonlijk.
Maar ik denk dat hij gewoon, hij gaat een kabinet over links formeren. Dat zit er nu aan te komen natuurlijk. Ik denk, de PvdA wordt er weer bij gehaald. Ik hoor ook geluiden dat de SP kandidaat voor de nieuwe kabinet is. GroenLinks en D66 schijnen minder in de gratie te liggen nou. Horen wij uit allerlei vertrouwelijke bronnen. Maar ja, dat kan je niet hard maken. Maar dat maakt hem ook niet uit. Hij gaat over links regeren. En hij zal ervoor zorgen dat dat nog jaren blijft zitten, dat kabinet. Ja, gaat dat lukken, is de ellende met Rutte. Zodra hij een kabinet heeft, dan zit het gebeiteld. Ik met Rutte 2, nou, op een gegeven moment dacht ik, het treedt nooit af. De ene na de andere bewindspersoon moest aftreden wegens onjuist informeren van de Kamer of allerlei andere schandalen. Maar het kabinet bleef zitten. Ja. Als een totaal vastgekleefd. En dat is in wezen nu, ja, ik bedoel, ze zijn afgetreden vanwege de toeslagenaffaire. Maar de datum voor de verkiezingen stond er al. Je merkte niks van. Het is een soort cosmetische ingreep geweest. Ja, nou ja, wat mij wel opvalt is dat bij de NPO en de NOS hoor je altijd, spreken ze nou elke keer over het demissionaire kabinet. Een demissionair minister De Jonge, een demissionair premier. Dat hebben ze afgesproken, denk ik dan. Om dan toch maar eventjes aan te geven dat... een knieval gemaakt zou hebben. Ja, precies. Maar ik denk van, eigenlijk is dat een soort schijnvertoning, want ja... Ze zijn demissionair, oké, maar op het gebied van de coronacrisis zijn ze niet demissionair. Nee. Dat ze alle vrijheid al gekregen. In dat interview met die mevrouw Rongen, die dat slachtoffer van de toeslagenaffaire tijdens het RTL-debat, dat ze zei, waarom neemt u uw verantwoordelijkheid niet? En hij zei, we zijn afgetreden. Toen zei ze, maar u staat hier nog. Precies, ja. En ik denk, nou, dat recht in de rug. Dat was heel treffend, ja. Ja, dat was een hele rake opmerking. Nee, we zitten nog heel lang aan Rutte vast, denk ik. Kunnen wij er niks aan doen? Nou, op een andere partij stemmen, maar dan zullen er toch heel veel mensen op andere partijen moeten stemmen dan de VVD. En die zal dan ook de grootste moeten worden, die partij. Want zolang de VVD de grootste blijft, is Rutte natuurlijk aan de macht. Dat is natuurlijk, helpt natuurlijk wel heel weinig aan verder. Nee, hij zit in een soort riante leunstoel en hij kan gewoon afwachten en Zolang er geen tegenstander van statuur opstaat die hem aan kan en die ook heel veel stemmen weet te trekken, is hij gewoon de machtigste figuur. En zolang zijn gezondheid goed blijft en er geen nare dingen gebeuren met hem, ja, hoe krijgen we hem weg? Nou, ik denk wel, als Pieter Omtzigt leider van het CDA had kunnen worden, dan zou er een alternatief zijn geweest. Maar ja, dat heeft het CDA zelf geblokkeerd. En dat zegt ook heel veel over het CDA voor mij, hoor. Ja. Want die willen dus ook geen verandering. En we hebben ontzettend verandering nodig. Maar we gaan het nu niet krijgen. Het enige wat we kunnen hopen is dat de winst van de VVD zo klein mogelijk zal zijn. Zodat er een minder stabiel kabinet komt. Ik hoop ook echt. Ja, en wat wij kunnen doen is alleen maar de waarheid over Rutte vertellen. Keer op keer. Ja, natuurlijk. Ja. In ieder geval door de hele schijnvertoning heen te prikken. Juist. En alle trucs bloot te leggen. Want ja, dat proberen we ook te doen. Dat proberen we op opinies ook te doen natuurlijk in artikelen. Ja. En dat is niet omdat we nou zo'n hekel aan Rutte hebben, maar omdat we allerlei ongewenste zaken zien uiteraard. Hè. Je manipulatie om de zaak heen draaien. Dat is een constant element al 10 jaar lang. En ik ben nog verbaasd dat anderen dat blijkbaar niet zien. Hè. Dat er nog heel volkstammen zijn die bewondering voor hem hebben en die achter hem aanlopen en hem goed werk vinden doen. Mensen missen toch wat, hè? Het is ook een kwestie luie burgers die zich niet informeren, maar ook een kwestie van heel veel mainstream media die te gemakzuchtig zijn met verslaggeving. Als je echt wil weten wat er fout gaat, kan je het vinden in columns, achtergrondartikelen, verdieping van nieuwsprogramma's. Maar de voorpagina's en het journaal gaan veel te veel mee in wat het Rutte-narratief is. Absoluut. Ja, ik beschouw zelf het journaal als een soort PR-afdeling van de kabinet Rutte. Ja. Ja. En Nieuwsuur en de meeste praatprogramma's ook. Want ze zullen zelden ook kritische bewoordingen hebben over Rutte. En
Ik vind ook die persconferenties, dat hoe gedienstig en haast slaafs die journalisten vragen stellen. Ja. Het is om je dood te generen, echt. Ja. Er is niet één die een kritische vraag stelt van over cijfers. Kloppen die cijfers wel? En meneer Rutte, u zegt wel A, maar is het niet eigenlijk B? Ja. Dat hoor je dus helemaal niet. Het is allemaal heel alsof ze de excellentie beleefd verzoeken om... Het is bizar, de journalisten... Die zijn niet meer kritisch tegenwoordig, merendeel tenminste. Ja, anders worden ze niet meer toegelaten tot de persconferenties, denk ik. Het is de hele coterie. Je moet daar natuurlijk... ze willen geaccepteerd worden en ze willen toegang tot allerlei ministers krijgen. Ja. Allerlei politici. En dan moet je blijkbaar heel braaf zijn en heel vriendelijk. Ja. Niet te kritisch. Ja. Ja, als je lief bent, dan krijg je interviews en weet ik precies, veel. En als je niet lief bent, dan word je op een zijspoor gezet. Ja, precies. Zo is het. Goed, nou, volgens mij hebben we wel een aardig portret geschetst van onze premier, die 10 jaar onze premier is en misschien nog wel 10 jaar. Ja, een beetje een wranglachje. Ja. Maar goed, ik wou jullie hartelijk bedanken voor dit gesprek en we spreken elkaar vast binnenkort wel weer. Dank je wel. Dankjewel. Vond het heel erg leuk om er te zijn. Goed zo. Mooi zo. Dit was de podcast van Opiniescom. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdragen en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis.